Ik ben Peter Lapere, gehuwd met Leentje Stevens, met twee kindjes, ben 34 jaar. Ik werk als technieker in een bedrijf dat elektriciteit produceert en verkoopt. Herkenbaar wel, denk ik, ja. Ja, wat zijn we? Peter Lapere, maar ik ken die nu ook niet zo goed. Ik kom er niet veel, hè? Ik zie hem niet veel en ik kom er ook niet veel in terug, dus mee, hoor. Het zal niet aan mij liggen, het zal aan Peter liggen, denk ik. Een angstrijd, hè, die je er meer mag zeggen. Het is een vuil kleurzak en hij heeft echt ongelooflijk slecht ding gedaan. En ja, je kunt daar zo blijven over zijn hoofd die kerel, maar... Dat is het ook nog. Mensen die hebben in de maatschappij thuis komen. Ja. Bekend. Bekend? Wel van de feestje te zeggen. Ken ik hem. Toffe jongen? Maar wel, zo goed ken ik hem natuurlijk ook niet, maar we waren toch een gast. Dit is een goede gast. Peter is dus de liefde van mijn leven. Maar dat mag niet weten. En dan ben je al een dag dat een beetje kunt stellen. Ik doe daar waarlijk mee. Dat is mijn opperhoofd. Dat is een beetje mijn grootvader. Dat is mijn vader niet, ja. Dat is mijn tweede thuisjeugd. Dat is aan Peter Lapere, de papa van jeugdhuis. Stoel, jong. Zal. We zijn in ieder geval voor hem die niet binnenraakt in de gemeenteraad. En meraar heeft dat verstand. Komt dat wel goed met die jongen, denk ik? Nou, we vinden we om te leren rijden. Voor een half minuut te zijn, rijdt hij nog redelijk goed volgens mij. En hetgeen dat ik hoor van wat hij zo wekelijks zit te zeggen tegen mij, dat zijn avontuurtjes zijn. Heb je daar een goede vast, hè? Nee. Ik heb er stoot van gezien, zo aan het internet. Vertel eens. Ja, de vrouwen, hè. Zonder twijfel de vrouwen. Toen al, hè. Ik bedoel, zo groot waren wij bij de KSA, hè. En ik kon er niet afblijven, hè. Hallo. Goedemiddag. Dat is voor een reportage. Ken jij Peter Lapere? Ja, ik ken hem eigenlijk maar al te goed. Ik heb hier een gebuurs. Het heet dus mij en de andere zei het ook uiteindelijk. Ik moet hem die neer elke maand aan het hondhuis geven. Want ik kuur eigenlijk een huisje van je te vorderen. En ik heb wel de tegenslag natuurlijk. Als te vorderen op reis is of zo, is de beter interim is, boys. En ja, je vraagt jij ook even veel. Ik vind dat wel ambetant uiteindelijk. Maar ja. En vind je dat een toffe vent? Een toffe vent. Op zijn helden. Op zijn helden altijd hier bij zijn. Ja. Elke maand. Het moet er lijnen sowieso. En allee, je kunt even anders naar binnen komen. Maar zo, maar zo, zet dat daar niet. Maar. Politie, ik kom veel in contact met de politie, met de commissaris, dat had hij mij wel gezegd, Peter. En hij stak gewoon de hele weer van een bigger op zijn. Dat zijn de pinnen, zijn maar. Zeg, liggen vatten. Kon dat doen? Ja, goed door willen zeggen. Dat was die op het karakter. Ja. Niet karakter van mij. Allee, ja, je was goed wetenschap mee, maar. Ik heb die een derf gehad en ik kon dat niet. Ja, ik kan hem niet echt vernisken zien als juist. Hij ziet dat hij een vlugbare jongen is, twee labiels, dat goed uit. Thank you.
zo'n goede minnares als jij wel beweert. Wanneer je alleen gaat komen slapen, Peter is naar de volleybal en dat zal wel laten zijn. Ja, als de kinderen alleen slapen. Ja, als de kinderen slapen. Maar ja, als hij nog naar een seksfilm zit, kijk waarschijnlijk. Nee, dat is Leentje. Is Leentje zo niet? Geweest van de KSA en dan was het al de bedoeling om met de jeugdraad een soort jeugdhuis op te richten. Een politieke meerderheid was er niet voor te vinden om ervoor geld te geven dan. Dat heeft een beetje in de lade gezeten. Ook ja, waarschijnlijk omdat er niemand de norm voor achtergezet heeft. En daarna. Sta op. Heeft u hieraan nog iets toe te voegen? Ja. Dan veroordeel ik u wegens seksuele delinquentie tot de dood met de eetspuit. Met directe uitvoering. Dokter, doe uw werk. Beschuldigde. Heeft u nog een laatste wens? De Red Bull. Geweest hier in Everhem, of dan de jongeren een jeugdhuis wouden. Blijkbaar was er een meerderheid voor te vinden die dat wou. De politiek heeft hem ook achtergeschaard. Dan hebben we met een werkgroep jeugdhuiswerking eraan begonnen. Van in het begin, dus van de eerste vergadering, heb ik mij daarvoor geëngageerd. En zo is dat feitelijk goed. De sleutel van de voordeur is veranderd. Het gaan er maar 5 mee zijn en ook die niet bijgemaakt kunnen worden. Omdat we het vermoeden hebben dat iedereen zomaar binnen en buiten kan. Ook die deur zit er nog in van al 20 jaar. 20 jaar geleden. Dus er zijn al ondertussen misschien 3 uitbaters geweest van één café. Er zijn misschien
50 sleutels of 10 sleutels of 20 sleutels op de markt van die voordeur. En met hem hebben we besloten om er een andere voordeur en een ander slot in te steken, ook omdat de deur natuurlijk kapot was. Beste kijkers, we bevinden ons in het huis van de verantwoordelijke van dit weekend. We gaan nu proberen de sleutel te bemachtigen van het jeugdhuis. We verdienen er niks aan. Niks. Dus ik denk dat wij er al veel geld in gestoken hebben. Energie, zeker veel. Maar ook veel geld. Dat we veel dingen gedaan hebben die we niet teruggevraagd hebben aan het jeugdhuis. Maar dat is wel overal in vrijwilligerswerk. Maar goed. Hij staat over hoe is gezegd, doe de rest. 7,5 miljoen. De 200 is van een maat. Oh, ik denk dat ik een 150.000 frank. Hoeveel subsidies krijgen wij? 1 miljoen. Dus 20% naar de voorzitter, 30% naar een ondervoorzitter. Nu hebben we dit jaar dat een beetje opgetrokken naar 5%, want die mensen heeft even huis gekocht, een ondervoorzitter. En nu hebben we dat een beetje opgetrokken. De eisen, het zal dus wel iemand moeten zijn die zowel administratief als sociaal tamelijk onderlegd is. Vrouw of man, dat is van geen belang. Maar het zal wel dus iemand moeten zijn die zeker en vast flexibele werktijden niet schuwt. En
bij gevolg ook meer uren zal doen, waarschijnlijk dat hij zal voor betaald worden. En bij hen of zij. Uw naam en adres alstublieft. Benoit. Hoofdstraat nummer 11, Sint-Martens-Latem. Over welke diploma's beschikt u? Met licentiaat in de rechten aan de Universiteit de Gent, waar ik met een grote onderscheiding afgestudeerd ben. Nadien heb ik ook mijn studies een beetje bijgeschaafd door licentiaat in economie. Excuseer, heeft u nog een blikje? Ja, dat is niks. Ja, hallo? Hallo? Ja? Ja, maar ik ben hier eigenlijk wel druk in een gesprek bezig. Ik ben een sollicitatie aan het doen. En die mensen zijn er aan het wachten tot ik hier dat gesprek ga gaan hebben. Ik moet daar een keer voor je staan. Ja, dat is goed. Zal ik even terugbouwen. Oké, okay, yo. Ja, ik denk dat we volgende week, joh. Ik denk het ook. Ja. We zullen u volgende week bellen, meneer. Dank u wel, meneer. Dank u wel, meneer. Tot ziens. Bedankt, hè. Dank u wel, meneer. Bedankt voor het tof gesprek. Naam en adres, alstublieft. De man van Melle. Heet Koekoekstraat nummer 70. Ja, je Melle, ja, je Melle. En uw diploma's, alstublieft. Ik heb toen mijn derde studie aan seksuologie gestudeerd. En dat heb ik buiten gespeeld. Fantastelijkheid. Ik had dat, ik kon die jonge blondinekes kon ik niet meer gerust laten. Nee. En dan ben ik maar gestopt. Ja, maar gestopt, ja. En ik heb niet meer voor te doen, want ja. Ik voelde mij zo eenzaam daarna. En ik zag het niet meer zitten. Ja. Wat is je motivatie om voor deze job te solliciteren? Het is niet voor mij. Het is voor je zus, dat taak die we willen hebben. En ook een beetje natuurlijk voor blondinekes zou moeten. Die mogen altijd schrijven naar Wibraham Dorp nummer 12. Dus hier, het is zeker niet voor mij. Het is voor jullie dat ik het doe. Maar de situatie was toch niet? Mijn vader was een heel eenzame man. En mijn moeder was een heel eenzame vrouw. Dus die zijn samenvallen niet. En daarmee ben ik nu eenzame jongen. Een man, dat man mag wel een man gezegd worden. Want ik heb trouwens toch al een paar relaties achter de rug. Ik ben nog niet echt van de groot geweest, maar ja, dat hoeft niet. Zo voor man te zijn, dat hoeft dat niet. Ik heb trouwens al een beetje borst daarbij gekregen, ook het laatste jaar en zo. Wanneer nu positieve kanten zijn? Zoals je ziet, aantrekkelijk, lief, charmant, publiekstrekker, ja, zo van die dingen zo. Welk werk heeft hij hiervoor gedaan? Maar ja, kijk, een jaar geleden ben ik bijvoorbeeld als ornitoloog. Maar dat is een beetje tegenval, want ornitholoog, ik dacht dat dat vogel was. Maar ja, het heeft mee te maken met natuur en vogels zelf op zijn eigen toe. En dat is een beetje tegenval, ik voelde mij zo in de steek gelaten en ik heb dat opgegeven. En ja, nadien heb ik nog niet gedaan. Voorziet hier doorgroeimogelijkheden natuurlijk, dus eigenlijk? Ik zou zeker geen voorzitter worden, nee, want anders moet ik mijn kaas geven en met mijn wielerige haard of zo. Dat is aantrekkelijk natuurlijk. En ook geen ondervoorzitter. Want dan moet ik te veel drinken natuurlijk. En, ja, ik ben niet echt zo de dronkaard. Zo af en toe een keer tubos gemaakt. Je meen niet. Dat is het. Jan, ja, wat zijn uw hobby's? En vrouwen lopen natuurlijk. Vrouwen lopen. En ik ben ook materiaalmeester bij de voetbalclub FC de Blondines. Die zijn van Mellen natuurlijk. Ja, van Mellen. Het is mijn thuisgebied. Dan moet ik van rijden. Dus dat vind ik duur vriendelijk. Het is heel leuk, echt waar. Vooral onder de douche is heel leuk, ja. Echt waar. Heeft u even nog vrouwen? Eentje nog. Ik zal er alweer net op de wacht, vind ik. Maar ik zo graag de adres, zo ik weet van die assistentie. Wat zit er hier? Daar in de doekje. Dat zou toch wel. Als je dat kunt doen voor mij. Ja, we kunnen dat doen voor u. Geen apprecieerde. Heel veel apprecieerde. Ja, ik denk dat we rond zijn en dan genoeg weten. Ja, dat was erop gedaan nog. Toch niet te vinden, dan moet ik niet. Ik heb nog veel te vertellen door alles. Nee, maar het is goed. Waarom kandidaten? Bedankt. En we zullen u contacteren. Bedankt. Poepie snappie. Kan u ons uw motivatie geven om naar deze betrekking te solliciteren? Kennis. Ik zie al leuk in de kennis. Maar terug in de kennis. En kan u ook kort uw familiesituatie schetsen? Ja. Echt triest. Mijn moeder, hij was in Noorden, en hij stond altijd in Noorden. Mijn vader, hij is dan gewoon liggen. Maar er is wel een thuisstand in de familie. En dat is? Mijn broer, die zit op de universiteit.
Oh, een gediplomeerde in de familie? Nee, op Sterkwater, hè, meneer, op Sterkwater. Geef toch niet dat ik je drink, hè? Nee, doe maar op je gemak. Welke bezoldiging voorziet hier zo? Hoeveel zou u willen verdienen in een maand? 100.000. Bruto in de maand, maar leg je gsm bij, want voor het jeugdhuis is dat belangrijk. Ja, het zijn hier ook mensen die een gsm hebben, dus dat is niet echt een probleem. En voorziet u voor de toekomst doorgroeimogelijkheden? Meneer, ik ben een 26 jaar, kan ik niet meer gewoon, hoe zou ik dat moeten doen? Ja. Beschikt u ook over een attest van Hoefstraal en Zee? Nee, meneer, dat heb ik niet. We kunnen wel een strafblad geven, terwijl we een paar blaadjes lopen, toen een keer deuren nemen, nee, als het wel heeft. Dank u wel. Hé, hey, daar zit toch geen uitgesproken klacht tegen? Met die ballen hier, goeiedag. Goeiedag. Dag meneer. Dat is het. Heren? Ja. Dan zat u maar op uw gemak. Uw naam was het niet? Mijn naam is André van der Stegel. Van der Stegel? Van der Stegel, oud lichaam misschien. En uw adres was het niet? Mijn adres, jongen, daar is in de Eierdiefstraat, nummer 71, in Schalen. Balen. Heb je onze motivatie gegeven om naar deze betrekking te solliciteren? Nee, kom je niet voor betrekking. Nee. Dat is deze situatie dat je weer maakt. Kijk, ik dan in de gazette gelezen, dat is een jobje voor mij, hoor. Waarom? Dat is gewoon een jobje voor mij, hoor. Zie dat niet, aan mijn karuren, aan mijn muilen zit dat ook. Dat is iets. Verstaan we niet misschien, schijn, hoor? Welke bezoldiging verwacht hij zo? Je kreeg allemaal een stuk of twee van die kleine man aan de muur kan gaan, hoor. Ja, dat is goed. En voorziet hier doorgroeimogelijkheden? Goed, ja, dat vertaalt waar. Als je aan de muur hangt, dan zijn geen groeimogelijkheden of verkleiding op maar, hè. Daar hangt geen en daar hangt geen, dan niet vol, hè. Volgens geeft vrouw hij daar nu weer op. En ze heeft in die hobby's buiten krijgen? Op mijn wijflaan, hè. Mijn wijf, dat kan ook wel, hè. Op mijn wijflaan, joh. Dat doe ik ook vreemd graag, joh. Maar de dienst laat niet dood, hè, jongens. Dat is mijn dopie weg. Verstaat? Dat is mijn belangrijkste dopie, ja. Zegt u ook over de enige referenties die we kunnen contacteren om een navraag te doen? Over... Koning Boudewijn, maar ja, die is ook doodgeslagen, ja. Maar ik kan er nog een Peter Lapere, die kan ik ook hebben. Ja. Gaan maar niks geschikt voor dit job. Hè. Nee. Dat is voor mij dat ding. Nou, dat zit een beetje in mijn zin is geen naag, daarmee kun je wat altijd de mensen kunnen doen. Ja. Dat is geen grens, maar feitelijk is het geen waar. Ja. Dan moet juist dat mijn buil afgaat, dat is al. Moesten we je donderdag contracteren? Kan niet donderdag maken. We kunnen niet donderdag? Kan niet, nee. Ja, en de donderdag niet vrij ben en de vrijdag ook niet vrij. Het weekend moeten wij ook niet terrasseren. Kan juist van de maandag tot woensdag. Van de maandag tot woensdag? Ja. Ja, maar uw kwaliteiten zal dat wel geen probleem zijn, zeker? Ja, dat denk ik ook. Ja. Je kunt ook niks in nog altijd veranderen. Ja, ik denk dat wij ons vragen wel gesteld hadden. Heeft u het of wat? Ja, maar wie stelt zich, vrouw? Hij heeft de keken. Wie stelt zich, vrouw? En dan meen ik, eerlijk gezegd, echt waar, toen de PD's er ook niet gekomen zijn, ten haast initiatief neemt, dus die iedereen kan motiveren om toch te blijven doen hetgeen we bezig zijn. En we kunnen ons gewoon geen betere bedoeling voorstellen. Ik trek hier allemaal eens op nul van Peter. Hey! Ondanks alles, ondanks dat aan de stel zit, zoek jij en dat zwijgt. Ik vind Peter. Koffie. Wat ga je dan mee doen? Is het niet alleen voor, is het niet alleen voor de jeugd? Is het niet alleen voor al de mensen die hier zijn, maar ook voor u? Voor u, omdat we vinden dat jij de man bent die het gemaakt heeft voor de jeugd hier. En ook met de jeugd. Met ons. Maar toch willen we een keer een hart onder de riem steken voor u. Bij mij hebben ze ooit een keer een tram aan mijn deur gezet, met paarden. Bij u is het op deze manier. Ik vind het belangrijk dat het gebeurt. En ik vind het goed dat Gio trakteert in uw plaats. Want anders zit altijd gij. Ach, ik kan me alleen maar aansluiten bij het voorgaande over Peter. Maar achter Peter staat zijn vrouw.
Chapeau voor Leentje dat ze hem gewoon blijft steunen door dik en dun. Al de tijd die erin steekt, zij staat achter hem. Ja, dat vind ik ook. Petra staat goed vast. Even vast karat. In ieder geval, wat hij verrang heeft, dat drijft de deur. Nummer 11, zijn Bart en Slaten. Wat Slaten? Juist, ja. Zijn we uw diploma als kind mogen weten? Wel, ik ben begonnen met. Excuseer, heeft u een blik? Ja. Hallo? Ja, maar ben hier echt eigenlijk bezig met. Zeker. Ons vrouw wel in stal dan? Heeft u het nog van? Ja, maar wie staat er in de vrouw? Hij heeft bekeken. Wie staat er in de vrouw? Die laatste vrouw stellen we hem weer. Ja. Grietje Willems. Moest dan. Ja, dat was het vier. Ja, kan hier nu positieve kanten zijn? Zoals je ziet, ik ben aantrekkelijk. Charmant. Ik heb alleen maar een volbloede vrouw. Dat is een beetje. Maar misschien met eten kunnen komen werken. Met een beetje met brullen, broodierke en die bellen. Ja, dat niet meer. Shit, hoe zit daar met die blondine? Ik strek er, ja. Zo van die dingen te allemaal, ja. En uw negatieve kanten? Dan ga ik in herhaling vallen, want dat is zeer trouw natuurlijk. En weer alleen maar overblonde vrouwen. Die. Maar dan gaan we misschien beter een beetje mee te kunnen komen werken. Ja, een beetje andere, een beetje breukjes en zo, ja. Ik had er wat een lang van. Te krijgen. Heeft u eigenlijk nog vragen naar ons toe? Nee, niet echt. Ja, toch. Dus je spreekt. Positieve kanten zijn. Positieve kanten. Ja, ik doe de kijk op. Wat is nu af en toe? Wat nee, hoe kom je bij dat papier in? Dat kan ik niet aan doen. Stilte! In de zaal! 3, 2, 1. Stilte in de zaal! Hallo.
Scheet ik om mensen. Hallo, wat is die boel? Iedereen, als het niet. Maar alleen, dat is goed. Ik kon je toch proberen te beginnen. U ziet de dames en heren in Wippenham. Enorme emoties. Wij danken u van harte voor te kijken.